Data is van eminent belang voor de ontwikkeling van de mijnbouwsector en ook voor de ontwikkeling van het land. Het is van eminent belang om hiermee investeerders aan te trekken. Zo sprak minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen op donderdag 24 januari bij het in ontvangst nemen van het tweede Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport van Suriname. Desalniettemin kan ik aangeven dat reeds voor dit traject was ingezet dat de minister van Financiën hier een grote voorstander van was. Het is niet voor niets dat dit in de samenwerking met de Wereldbank tot stand is gekomen. Ik denk dat tijdens de vorige regeerperiode al de eerste stappen hiertoe zijn gezet. Dat geeft alleen aan mee dat de minister dit volledig ondersteunt. We kunnen ook aangeven dat vanuit het oogpunt van financiën natuurlijk correcte data altijd belangrijk is. En met dit initiatief is alleen de stap gezet om dat ook naar de buitenwacht, naar de samenleving, transparanter te maken. Omdat dat nu eenmaal een veelgevraagde, ik wil klacht niet noemen, maar weer, er is veel vraag naar wat krijgen we van de internationale organisaties die hier werken of de organisaties, de bedrijven in deze industrie en wat wordt daarmee gedaan. Data is van eminent belang. Goede kwaliteit data, welke beschikbaar is voor investeerders, voor onderzoekers, is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van de sector, maar ook voor de ontwikkeling van het land. En als we hiermee dat op een next level kunnen tillen, zoals bewezen is de afgelopen periode, dat we met allen dit moeten koesteren en ervoor zorg dragen dat het alleen maar beter wordt. Nogmaals, heel hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor uw inspanning. Mijn eerste reactie is positief. Ik feliciteer Suriname met het tweede rapport, welke vandaag in ontvang is genomen. Zeker wel omdat we weten welke uitdagingen hiermee gepaard is gegaan om dit rapport tot stand te brengen. 2016, als dat nog vers in geheugen is, dat we geschorst zijn vanwege het niet halen van onze deadline. Dus het team heeft alles en nogmaals alles in het werk gesteld om onze deadline vorig jaar net op tijd te halen om onze 2017 rapport te presenteren. Het betekent voor ons als regering, als land, dat we hebben gezegd dat we willen gaan voor transparantie in de mijnbouwsector. Het betekent dat we informatie prijsgeven over die sector, die extractieve sector. Het betekent dat mensen van buiten, onderzoekers, kunnen kijken naar de informatie van ons. Het betekent dat investeerders kunnen afgaan op die informatie om verder te komen investeren in Suriname. Het betekent dat studenten toegang hebben tot goede informatie om hun verslagen te maken, hun thesis en studie af te ronden. Het heeft zoveel voordelen voor ons land om een EITI-rapport klaar te hebben als verplichting naar die wereld toe, maar verplichting naar jouw samenleving toe, zodat er duidelijkheid is wat er gebeurt in de sector, wie zijn de spelers, wat wordt er verdiend, wat verdient de overheid, wat wordt geëxporteerd, allemaal informatie over die mijnbouwsector in je land. Nou, dat gedeelte van hoe ze zijn aangewend niet zozeer, maar toch wel in hoofdlijnen is duidelijk van waar gaan ze naartoe. Ja, toch? Wat komt eruit? Waarvoor wordt het besteed? Dat wordt aangegeven. En daarom zijn het ministerie van Financiën ook nauw betrokken in het proces. Waarbij ook financiën data opleveren over wat gebeurt in de rol van financiën. Wat gebeurt er bij de deviezencommissie voor export van goud? Wat gebeurt er bij de centrale bank met het goud? De verdiensten uit goudinkomsten. Dus allemaal duidelijke informatie waar het ligt, waar het te halen valt. Natuurlijk is er nog ruimte voor verbetering. We moeten wel zeggen dat er aanzienlijke verbetering zijn opgetreden in vergelijking met het vorige rapport van 2016. En dat we zeker naar 2018 toestreven om nog meer zaken te verduidelijken in ons rapport en die mee te nemen. Het is een beginnende proces, het is een startende proces. Het is ook de ervaring van andere landen dat het altijd bij de opstart moeilijk gaat. Maar we hebben ook complimenten van EITI gehad zelf, het secretaris
secretariaat, dat Suriname toch wel een geweldige job doet om ons rapport, ons data te presenteren. Die uitdaging heeft te maken met het feit dat data verspreid ligt, dat organisaties op tijd die data leveren, dat er verschillen zijn in bijhouden van de informatie. Maar al die zaken komen ook naar boven doordat we verplicht zijn om nu data te gaan zoeken. Het helpt je ook om die standaard van je op te krikken als land, om te komen tot een bepaald niveau waarbij je zegt van we voldoen aan de internationale standaarden om data te presenteren voor investeerders.